Welkom Nox, Mellezolder. Eureka White Goblin Games. 2 tot veel holbewoners spelen dit spel. Zij met knotsen en bouwstenen gaan maken. Indrukwekkende stenen tijdperkgebouwen voor Ubungu vrouwen. Dus simpel Ubungu Eureka op Nox, Mellezolder. Het spel is gemaakt door Walter Obert en Wijkerweg. De spelregels in het Nederlands en die stellen gewoon niet zoveel voor. Keurig overzichtelijk, duidelijke afbeeldingen en nog wat tekst en uitleg van bepaalde kreten en terminologie. En nog even een kort overzichtje op de achterkant. Dan krijgen we natuurlijk de speelstukken. Dat zijn de bouwstenen voor elk team. We krijgen de 2 opblaasknuppels natuurlijk. We krijgen overzichtskaarten voor zowel de teams als natuurlijk degene die het uit gaan beelden. En we krijgen de verschillende opdrachten met de hoeveelheid punten die zij waard zijn. En dit zijn nog meer onderdelen om mee te bouwen. En dat is het. Tijd om een spelletje op te zetten. Het spel kan met 2 of 3 spelers gespeeld worden, dan vorm je 1 team en dat team speelt, probeert dan in 30 minuten zoveel mogelijk opdrachten compleet te krijgen. Maar dat is half zo leuk niet als dat met 2 teams te spelen. En sterker nog, dit is een spel wat zich uitstekend leent voor grote groepen en een sapje erbij doet ook nog eens wonderen. Beide spelers krijgen natuurlijk alle spelmaterialen die nodig zijn om te bouwen. Dus de 5 blokken en de stenen plaat die soms als ondergrond en soms als schot gebruikt kan worden. Tegenover het team staat natuurlijk de caveman leider, de stamleider in vol ornaat met zijn opblaasknuppel. En tussen hen in ligt dit overzicht. Er zijn gebaren om aan te geven welk blokje men moet pakken en er zijn kreten in oertaal om aan te geven hoe het blokje gedraaid of bewogen moet worden. En de knoks wordt gebruikt om aan te geven of iets goed is of iets fout is. Of als die zelf een fout maakt. De opdrachtkaarten leg je in het midden. Je kunt ook ervoor kiezen om ze bijvoorbeeld te sorteren op waarde. En dan doe je eerst allemaal een 3, dan allemaal een 4 en dan allemaal een 5. Of je zegt gewoon we schudden de hele zooi en we geven beide captains 1 opdrachtkaart. Die wordt natuurlijk in het geniep even bekeken. Daar staat dus een vorm op die uitgebeeld moet worden en die door het team gebouwd moet worden. En de leider mag alleen maar gebruik maken van de kreten zoals die vermeld staan hier op het bordje. En de gebaren zoals die ook hier verbeeld staan. Ik kan dat natuurlijk uitleggen, maar ik kan het nog veel beter even laten zien. Start de tijd. Ubungu. Ah, Ubungu. Ah.
Manungu. Duidelijk hebben hoe het spel werkt. Je maakt twee teams, je kiest de slimste speler van beide teams. Die wordt het stamhoofd, die gaat als holbewoner met zijn knots gaat die aanwijzingen geven. En als holbewoner mag hij alleen maar spreken in de taal van Ureka. En de termen daarvoor staan hier op dit bordje omschreven. En hij mag ook alleen maar de gebaren maken die op dit bordje staan aangegeven. Uiteraard zal er in het vuur van het spel hier en daar is een extra gebaar komen. Joh, til daar niet te zwaar aan. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we er een soort van hints van maken. We moeten in de stijl van Ureka blijven. Het doel is voor de stamhoofden om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan de stamleden uit te leggen hoe het monument, het bouwwerk eruit moet zien. Door dus gebaren en kreten te laten waardoor zij weten welke steen ze moeten pakken en hoe ze die neer moeten leggen en waar die op het bouwwerk terecht komt. De teamleden die krijgen allemaal één steen of meerdere afhankelijk van hoeveel leden je in je team hebt. En de stenen die jij in je handen hebt, daarvoor ben jij verantwoordelijk. En als je dus de blauwe gebouwd moet worden, dan zul jij dus naar voren moeten gaan en dat ding op tafel plaatsen op de manier zoals jouw stamhoofd dat omschrijft. De stamhoofd heeft zijn knots om aan te geven. Als het goed is, geeft hij je één klap. Is het fout, geeft hij je twee klappen. En als hij zelf iets fout doet, dan staat hij zichzelf tegen zijn hoofd te slaan met zijn knots. Zodra een bouwwerk klaar is, stopt de tijd. En dan gaan we kijken met z'n allen of het bouwwerk klopt. Het andere team, als dat nog niet klaar is, dat krijgt dan een aantal punten. Afhankelijk van hoe ver ze zijn met het bouwwerk. En als het bouwwerk van het team wat klaar is ook niet klopt, worden dus slechte onderdelen ervan afgehaald en dan krijg je dus ook minder punten. En dat is eigenlijk hoe dit spel gespeeld wordt. Voor de teamleden is het de bedoeling om zo min mogelijk te praten, want vooral het stamhoofd, het wijze stamhoofd is aan het woord en daar zullen we aandachtig naar luisteren. En wij gaan gewoon voor hem bouwen. En zo wordt Ureka gespeeld. Ureka is natuurlijk een waanzinnig partyspel. Je hebt er lekker veel ruimte voor nodig, een geschifte vriendengroep en dan kun je helemaal losgaan. Wij zijn zelfs nog een stapje verder gegaan. Wij hebben hele holbewoner outfits erbij om helemaal in de sfeer te komen. Zoals jullie ook in dit filmpje gezien hebben. Dat maakt het alleen nog maar leuker. Het is ook echt een spel waarvan ik zeg, joh, dan moet je beginnen met 6 mensen. En dat is echt het minimum, want dan heb je 2 teams van 2 en 2 stamhoofden. Het liefst speel je dit met 8, 10, 12 man. En dan kun je helemaal losgaan. Ontzettend veel plezier hebben wij altijd met dit spel. Het leent zich natuurlijk niet voor elke situatie. Maar als het op tafel komt, ja, dan kun je er uitstekend mee vermaken. En er zijn genoeg gelegenheden om het spel naar boven te halen. De knotsen die zijn inbegrepen bij het spel. Je krijgt dus 2 opblaasbare knotsen. En natuurlijk alle grote houten blokken om mee te bouwen. En als je er nog meer accessoires bij wilt doen. Dat voegt alleen maar toe aan het plezier. Het spel zelf is natuurlijk uitermate simpel. De stamhoofden geven aanwijzingen. De teams proberen zo snel mogelijk het juiste gebouw te bouwen. En je probeert zoveel mogelijk punten te scoren. En spreek af hoeveel kaartjes je doet. Of spreek een tijd af. En probeer gewoon een maximum score te halen daarvoor.
Maar wij spelen zelf niet zozeer om de punten, maar vooral om het plezier. We hebben wel het wedstrijdelement natuurlijk, wiens bouwwerk is als eerste klaar. Dus we verdelen de stapel bouwwerk altijd in de punten, dus 3, 4 en 5, zodat je gelijke moeilijkheidsgraad hebt qua bouwwerk. En dan is het gewoon losgaan en lekker knutselen, bouwen, schreeuwen en elkaar met opblaasknuppels op het hoofd timmeren. Je kunt trouwens ook gewoon op de tafel slaan. Maar ja, wij vinden het veel leuker om een klein beetje fysiek te worden als rolbewoner. Al met al vind ik het een heel gaaf partyspel. Het is echt weer eens wat anders. Je krijgt er een gezonde workout bij. En bij ons levert dat ook de genodige hoeveelheden plezier op. Wat mij betreft een echte aanrader. En daarom heb ik dit een 7 gegeven.